je gaat nu. Actie. Ik heb nu echt een chaotische zus mee. Yes. Nee. Disclaimer. Ja, dit is mijn vlog. Je vlog? We beginnen tegenwoordig gewoon altijd zo. Ja, gewoon niks zeggen. Gewoon. Nee, ik negeer mijn kijkers gewoon. Ze zijn mijn aandacht niet waard. Oh ja. Ja, wij kijken gewoon je vlogs. Ja, love jullie wel. Hallo. Die kant op. Woe! Hallo. Ik wil hallo zeggen. Ik heb nu echt een chaotische zus mee. Welkom bij deze nieuwe Efteling vlog. Ik ben hier vandaag samen met Maarten en Iris. En we gaan er een ontzettend leuke dag van. En niet Lucas hoor. Nee. Arme, jij moet weer even overnemen, want ik ben niet zo heel goed te filmen. Oh, ik dacht dat je al 6 keer had ingezoomd ondertussen. Oh, hallo. Echt ook gewoon hoe je in het beeld slijt gewoon. Welkom bij... Dit. Niet afpakken, dit is voor mijn vlog. Nu spoil je. Zeg maar even sorry tegen de kijkers dat ze nu gespoild zijn. Het spijt mij zeer. Ga je gang, nu! Actie! Nou, ik ben toen met Wouter geweest, omdat jij te zielig was om de Python af te zeggen om met Wouter mee te... Omdat jij te zielig was om de Python af te zeggen... Ik moest de volgende keer hierin met Wouter, omdat jij niet jouw stukje in de Python wilde missen. Jij bent echt gemeen. Ja, maar hij was jarig, dus hij had recht. We zijn aangekomen bij de Fata Morgana. Waar we alle tassen mee hebben van de mensen die de Python ingingen. Maar Wouter en ik hebben even voor een leuke attractie gekozen. We zijn undercover. Vier. We zijn nog steeds undercover. Nee. Alweer. Wil je je even voorstellen? Op mijn vlog? Oh, helaas te laat. Geen tijd meer. We moeten er allemaal in. Ik ga wel hier. Ik wil naast Iris. Al weten de mensen wel dat jij zo heet, heb ik jou wel voorgesteld. Weet ik niet. Jij zei Maarten Iris net en niet Lucas. Oh ja. Dus... Worden we nat? Ja. Hey. Waarschijnlijk weten mensen niet hoe jij heet. Oh gosh, ben dat filmen? Ja, eng hè? Dat staat op de vlog. Dat worden ze niet. Dat worden ze absoluut niet. Het was wel prima. Oké, sorry, niet geïnteresseerd. Oké, nee, dan niet. Maar ik ben nat. Dat vind ik niet leuk. Dat hadden ze me niet verteld. Final oordeel? Dat was wel leuk. Ook helpen. Yes, there we are! Ik moet even wennen dat dit niet weer draaide. Dat deed ik niet. Ze waren wel heel cool. Ze zagen er niet heel intimiderend uit. Ik vond ze intimiderend omdat ze met zoveel waren eigenlijk. Ja, Joris en de draak! Deal! Joris en de draak. Ja, maar we willen Joris en de draak. Dan gaan we daar eerst. Ja, maar we willen jouw... Ze zei iets slims, maar het werkte niet. Maar het is eigenlijk wel dom. Je hebt dus twee achterbaan. Jongens, we staan hier op een plek waar we ook eerder gevlogd hebben. Dat wou ik heel even zeggen. Gaaf. Maarten en Bouten. Wie is je celebrity crush? Harmen, wie is jouw celebrity crush? Nu ben ik ook wel benieuwd. Bro. Mij heb je de hele park al neergekikt. Nee, dat moet echt niet zo zijn. Dat moet echt niet zo zijn, anders is deze hele vlog niet meer nieuw. Ah, mijn stuk. Ja, dan ben ik echt heel sneu. Ik wou filmen hoe die weggaat, maar hij gaat niet weg. Ik geef het op. Hallo, ik ben hier helemaal alleen. Jullie waren heel even zichtbaar op mijn vlog. Nu moet ik delen in de inkomsten. We gaan ervoor staan, we maken een foto en we rennen weer weg, oké? Okay? Ik zit een broodje, man. Laten we een broodje stoppen. Ja. Dag, heren. Dag. Hallo. Hoi. Hebben jullie al gevochten tegen de draak? Ja. Nee? We hebben gewonnen. Dit is gewoon een gesprek. Ja, we hebben gewonnen. Jullie hebben gewonnen? Ja, we hebben absoluut water, gewonnen. Dus, strijders zijn jullie, hè? Ja. Zeker. Heel goed. En waarmee hebben we getraind? En met water. Water. Ja. Goed gedaan.
gedaan, goed gedaan. Heel erg bedankt. En nu gaan jullie daar? Vogelrok. Naar de Vogelrok. Ja, veel plezier. Wij gaan lukken. Oké, dit gaat niet... Oh, ik wou net ingrijpen, maar... Jullie zijn zelf gered, samen, oké. We staan bij de Vogelrok. Nu. Wow. Ik heb de Matrix ontdekt. Ik heb de Matrix niet ontdekt. Oh. Jongens, jullie mogen kiezen of ik hier knapper of minder knap op. Oh, maar moet moeten zeggen. Minder knap. 10 keer minder knap. Kijk, het is Lucas' zijn bril, dus we zijn dat gewend. Ja, maar eerlijk. Mensen die naar de Efteling gaan en dan niet naar Sprookjesbos gaan, die worden altijd zo ziek gejudged. Sorry. Ben je geen Efteling geweest? Ja, maar wil jij gecanceld worden gewoon? Ik weet niet of ik gecanceld kan worden. Kijk, het enige nog ergere dan dit is Geert Wilders die zei, soms ga ik naar de Efteling en dan neem ik alleen 10 keer achter elkaar de droomvlucht. Helemaal gek op de Efteling. Iedere keer als ik daar naartoe ga, soms ben ik wel 10 keer achter elkaar. Alleen maar naar de droomvlucht gegaan en verder niets. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Alleen dat is erger! Dat, door die quote hebben Maarten en ik elkaar leren kennen. Gaan we naar droomvlucht, 10 keer achter elkaar? Maar we gaan ook droomvlucht. 10 keer achter elkaar! Maak jullie ruzie? Nee. Mag ik? Misschien. Oh, oké. Okay. Lekker man! Oh, dat stond ook op de vlog. Eeuw! Disclaimer. Dit was gewoon de disclaimer. Sorry dat jullie dit moesten zien. Wow. En het is hier heel spannend. Wow. Oh, ik had eigenlijk verwacht dat die schilderijen zouden veranderen in foto's van ons. Heb ik niet gezien. Oh, dat heb ik echt niet gezien. Zie je hoe vrolijk? Ja, behalve Maarten. Maarten krijgt het zo boos. Ja, nee, dit werkt echt heel goed. Dus we moeten ons telefoon inleveren. Dus als ik hierna niet meer vlog, dan is het misgegaan in de Baron. Sorry. Maar dan heb jij deze beelden ook niet meer. Als jullie hierna nooit meer iets van mij zien... Maar dit gaat ook niet doen. Oh, sorry. Ik ben nu echt kinderen bang aan het maken, volgens mij. Ik moet iets harder praten nog. Als jullie hierna, dan was de Baron dus niet zo'n veilige attractie als wat iedereen beweerde.